De Hastelweg wordt aangepast. In 2019 heeft de gemeente onderhoud aan de weg gepland voor 1,5 miljoen euro. En dan moet er ook een plan liggen om de weg onaantrekkelijker te maken voor verkeer. Want verkeerstellingen laten zien dat de weg te druk is geworden. De Hastelweg is een enorm probleem. Je ziet nu al dat er dagelijks veel te veel verkeersvoertuigen overheen rijden. En het is echt een doorgaande weg voor de wijk, waar heel de wijk nu dus ook overlast van heeft. Het is de kortste weg door het centrum en de meeste mensen denken gewoon van laten we die maar pakken en niet over de rondweg, hè. Ik heb dus enig hier een voortuintje. De planten die zijn worden helemaal zwart van al het verkeer. Nou ja, als die bus stopt dan kan het verkeer natuurlijk niet zo goed langs. Meestal stoppen mensen erachter, maar er zijn altijd een aantal mensen die dat niet op kunnen brengen en die denken van ik moet door, gaan die bus inhalen en je krijgt natuurlijk allerlei taferelen hier, hè. Taferelen die in de toekomst voorkomen moeten worden. Mensen hebben op tafel gelegd dat hij drukker is dan eigenlijk waar hij voor bedoeld is. En dat kun je ook in de tellingen terugzien. Dus daar heel erg goed naar te kijken en dan met elkaar oplossingen te creëren is alleen hartstikke goed. En het geluk wil dat in 2019 zouden we toch onderhoud moeten doen. En er staat gewoon 1,5 miljoen. Dan kun je ook wel gewoon zorgen dat er allerlei maatregelen genomen worden. Dat hij wat minder aantrekkelijk is om toch als sluipweg te gaan fungeren. Eigenlijk is het probleem tweeledig. Enerzijds wordt de Hastelweg door veel automobilisten gebruikt als sluiproute om het centrum in te rijden. Verkeerstellingen wijzen dan ook uit dat er meer auto's door de straat rijden dan de weg eigenlijk aan kan. Anderzijds is de parallel gelegen Karel Martelweg afgesloten voor werkzaamheden aan het Genderpark. Daardoor worden auto's die over de Karel Martelweg willen rijden nu naar de Hastelweg gestuurd. De verkeerstellingen laten echter zien dat dat laatste nauwelijks een probleem is. Karel Martelweg is een hele rustige weg waar maar weinig auto's overheen rijden. Tegelijkertijd is er wel een barrière midden in het park. En als we die barrière weghalen, dan krijgen we één grote park in plaats van nu twee stukken park. Dus het heeft wel voordelen en eigenlijk geen nadelen. Eén ding staat vast. De Hastelweg is te druk geworden en in 2019 wordt daar iets aan gedaan. Centrale vraag is dan, wat gaat er precies gebeuren? Nou, als je bij normale wegen kijkt, dan zie je dat op het moment dat je al gebruik maakt van wat meer groene stroken en een ander materiaal voor de weg zelf, dat het minder uitnodigt bijvoorbeeld om maar eventjes snel er tussendoor te gaan. Dat hebben we toen ook op de Heeseweg bijvoorbeeld gedaan, hè? En dat nodigt nu uit om gewoon wat langzamer te rijden. Bij het maken van de plannen gaat de wethouder in gesprek met alle betrokken partijen. En op die manier moeten dit soort penibele verkeerssituaties in de toekomst worden voorkomen.